Hendrikse droom, deur Chantal Jansen van Rensburg. In een klein afgeleë dorpie, ver weg van teerpaaie, massieve fabrieken en die geraas van motoreenjens, het Hendrik Smuis gewoon. Hendrik was 18 jaar oud en hij was bekend voor zijn prachtige oë. Sy collega's bij die werk zou vir Hendrik beskryf als een passievolle, intelligente en pligsgetrouwe jongman. Alhoewel Hendrik vreselijk doelgerig was, het hij een leemte in zijn hart ervoor. Hij wou nog altijd een bloedrooi dromstaal gehad het. Hij was versot op die klank van dromme. Alhoewel Hendrik met hart en ziel een dromstaal wou hee, kon hij dit niet bekostig nie. Het dromstaal was vreselijk duur en hij het niet baie geld verdien nie. Hendrik het probeer om geld te spaar die er niet onnodig wegneem kost te koop nie en hij het probeer om elke extra geldje in zijn spaarvarkie te baren. Na 2 jaar kon Hendrik nog steeds niet genoeg spaar om vir hom sy eie dromstaal te koop nie. Hierdie jongman was baie hartseer en bedroef toe hy besef hy sal seker nooit sy grootste droom kan vervul nie. Op een dag sien Hendrik een artikel in die koerant en die opskrif trek dadelijk sy volle aandag. President Jagter kan nie jag nie. Volgens die journalist het president Theodore Roosevelt op een jagexpeditie gegaan in November. Hierdie president was bekend als die beste jagter in die land, maar op hierdie specifieke dag kon die president niet een beer vind om te skiet nie. Sy assistent was so gaaf om een beer te vang, maar die president kon net niet die sneller trek nie. Hy was bang. Die mense het hom gespot omdat hij een succesvolle jagter was, maar niet eers een beer kon doodskiet nie. Hendrik was vreselijk geïnteresseerd met hierdie nuus. Die volgende dag het Hendrik die artikel van president Theodore onthou. Hy het toe aan die beer gedink en hoe lief hy vir beere was. Hendrik het baie van beere gehou omdat hulle groot breine gehad het en vreselijk intelligent was. Hy wou graag soos 'n beer wees. Hendrik het toe besluit dat hij een nagemaakte beer moest maken. Hendrik het besluit om dadelijk na werk al die benodigdhede te gaan koop vir die beer wat hij wou maak. Hij het breinmateriaal, naalde, gare, knoopies en een groot sak spons in zijn mandjie gelaai. Die mense in die supermarkt het gedink hy is baie vreemd, maar Hendrik het nie omgegee nie. Hendrik kon nie wag om by die huis te kom nie. Hy was verskriklik opgewonde. Hendrik het dadelijk aan die werk gespring toe hy by die huis gekom het. Hy het die patroon van 'n beer se lyf op die materiaal uitgesny en die materiaal met die naald en gare begin vaswerk. Nadat hy die beer se arms, bene, ore en staart ook vasgewerk het, was dit tyd vir die snoet en sy oogies. Hendrik het besluit om krale te gebruik vir die beer se oogies en daarna het hy die hele beer se lyfie met spons gestop. Hendrik was vreselik kreatief en het daarvan gehou om sy eie skepings te ontwerp. Hy het besluit om die beertjie na president Theodore te vernoem. Hendrik se vriende het so baie van sy skepping gehou dat almal 'n teddybeertjie wou gehad het. Later moes Hendrik vir al die kinders in die dorp ook beertjies maak. En so het die eerste teddybeer ontstaan. Hendrik het vir elke beertjie geld ontvang en hy was die rykste entrepreneur van die dorp. Hendrik het vinnig baie wins gemaak met al die beertjies wat hy verkoop het. Binnen 1 jaar het hy genoeg geld in sy spaarvarkie gehad om vir hom sy bloedrooi droomstaal te koop, waarvan hy al so lang al gedroom het. Hendrik was verskriklik gelukkig en hy het besef dat harde werk word altyd beloon.